Duinrail zijn wij altijd bezig om het landgoed mooier te maken. En om onze gast een fijne familievakantie en leuke dag uit te bezorgen. Het doel is dat de mensen hier weggaan en zeggen: wat heb ik een fantastische dag gehad. Ja, daar moet je voor blijven vernieuwen. De continuïteit van ons bedrijf is voor ons zo belangrijk. Het is een familiebedrijf. Je hoopt dat het nog jaren en jaren en jaren en generaties in de familie blijft hopen doen. En daardoor moet je continu, moet je in de gunst van de consument moeten hebben, moet je gewoon een mooi product moet je houden. Ik wil op Duinrail op ieder stukje gewoon heel erg trots zijn. Het vakantiepark van Duinrail wordt weer op veel gebieden verbeterd. De groepsaccommodatie Duinhostel wordt gerenoveerd. Honderd comfort duingalo's krijgen een makeover. En er worden 41 nieuwe Premium Plus duingalo's gebouwd. Een Premium Plus duingalo is vind ik de mooiste duingalo die we hebben. Wij willen Duinrail steeds mooier, kwalitatief hoger, fraaier en mooier laten zijn. Ook in het attractiepark worden er verschillende vernieuwingen aangebracht. Parkeerterreinen P2 en P3 worden samengevoegd. Aan de populaire attractie Aquashoot wordt een bootjeslift toegevoegd. De Mad Mail is gerenoveerd. En in de grote speeltuin komt een nieuwe glijbanentoren van 22 meter hoog met 3 glijbanen. De communicatie naar onze gast is vernieuwd. We introduceren een nieuwe huisstijl. In april gaat onze nieuwe website live. En via het YouTube-kanaal brengen we weer volop nieuwe content. Ik sta hier naast meneer Marcel. Marcel heeft de leukste baan van Nederland, want hij maakt namelijk glijbanen. En dan de uitbreiding van het Tikibad. Met meer dan 1 kilometer aan glijbanen en jaarlijks 700.000 bezoekers is het Tikibad het 5e grootste waterpark van Europa. Graaf H.R.J. van Zuylen van Nijenveld is de grondlegger van het waterpark. Hij opende het Tikibad in 1984. Mijn naam is Van Zuylen van Nijenveld. Mijn vader is nu 87 en het Tikibad is toch voor mijn vader altijd wel helemaal zijn kindje geweest. Heel duidelijk, maar Tikibad is specifiek. En het is natuurlijk ontzettend leuk als wij nu als volgende generatie weer een enorme boost kunnen geven en een enorme uitbreiding kunnen maken in het Tikibad. In de loop der jaren zijn er verschillende glijbanen en waterattracties aan het Tikibad toegevoegd. Dit jaar is het tijd voor weer een nieuwe uitbreiding. In mei openen we een nieuwe glijbaan van het type Crazy Cone met 3 cones. In deze glijbaan suis je van 20 meter hoog 163 meter lang naar beneden in een tweepersoonsband. Het Tikibad is hiermee een nieuwe glijervaring en een mooie eyecatcher rijker. Maar dat is nog niet alles. Naast de nieuwe glijbaan wordt er ook een heel nieuw gedeelte voor kinderen gebouwd. Deze indoor waterspeeltuin van ongeveer 1000 vierkante meter groot bevat 6 nieuwe glijbanen, een waterklimtoestel met tipping bucket, een waterspeelbad voor de allerkleinste en diverse andere waterspeeltoestellen. Ik verheug me ongelooflijk straks als het klaar is om er dan rond te lopen. We hebben nu net de staalconstructie neergezet. Iedere dag groeit dat project en iedere dag word je toch weer trotser en wordt het weer spannender. Ja, dat is echt heel leuk. Het Tikibad biedt straks heel veel waterfun voor kinderen van 0 tot 12 jaar in... Yeah.